gaan we. Hisham, waar zijn we weer? Nou ja, hè? Deze keer met wel een andere auto. Het is jouw auto, hoor. Ja, maar het blijft nieuw elke keer. Elke ja, keer. Dat is wel weer leuk. Nou, dan gaan we langzaam achteruit. Proberen mensen plat te rijden. Ja, ik vind dat het systeem van deze auto echt minder, zeg maar, wel mooi te balanceren is. Ik heb F12 keer gereden, die waren wel iets meer snippy, weet je wel, met gaspedaal. Ik ga onhandig aan het steken. Ik kan beter zo vooruit. Ik kan gewoon zo, hè? Ik kan gewoon draaien. Zo, ja, die kan niet. Hij heeft wel echt een verkeerde draaicirkel. Ja. Terrible. Onhandig. Ik moet 30 keer heen en weer, maar het is toch nog steeds de love voor de V12, hè? Qua draaicirkel moet je niet meer deze uitzien. Je koopt hem ook niet omdat hij zo ontzettend praktisch is. Nee, sowieso. Ik rij wel mee naar werk, hè, soms. Ja? Ja, het is wel 15 kilometer, dat kan wel. Dat is lekker. Veel chaos die straat. Het leven moeten we, ja. Het enige vervelende eraan is. Het is toch, ah, dit is toch al Formule 1 auto! Dat is de bedoeling. Volledig Novitec. Ze hebben het wel echt heel keurig gedaan. Maar het enige vervelende is, als ik op werk kom, is het allemaal gebouwtjes waar mensen wonen. En als ik hem dan opstart na 6, 7 uur, soms ben ik echt klaar met werk. Ja, ik schaam me dood. Ik moet mezelf wel ergens begraven. Ja. Ik heb mijn buurman Joop, gewoon iets verderop in de straat, een F12. Ook niet met de standaard uitlaat. Die gaat gewoon niet meer met zijn auto 's ochtends vroeg naar het werk, want dat kan niet. Nee, kan niet. Nee. Ik schaam me dood elke keer dat ik zijn auto opstart. Vooral als hij al heel lang tijd niet opgestart is. Ja. Ja, dan is hij extra boos of zo. Ik weet het gewoon niet, maar dan is hij luid en blijft gewoon 3 minuten brullen. En... Ja, zeker. Ja. Als je video's van auto's ziet, dan zijn vaker wel die opstartvideo's. Die blijven gewoon geweldig. Ja. Het raakt nooit verveeld. Die raakt me verveeld in deze auto. Ja. Nou, hebben wij al een keer samen in de auto gezeten? Hè? Zeker, ja. Dat is niet de eerste keer. Ja, met de Huracan. En de Urus eigenlijk ook. Ja. Ja, dat is wel een andere koek. Dat is wel anders voor de auto. Je voelt je ook minder in een supercar in deze auto, vind ik. Maar deze specifiek wel weer, want de carbon fiber elements en de kleuren en de Alcantara dan weer leer, vind ik wel wat. Ja. Ja, met F12, 8-12 moet je wel echt een goed gespekte auto hebben van binnenas. Ja, het kan ook een chique auto zijn natuurlijk. Ja, ja, het is wel een toering inderdaad, maar... Wat een klerij maakt dat ding, man. Wat een power, zeg. We doen ze weer dicht, anders kunnen ze ons niet meer verstaan, maar... Ja. Het is echt... Wat een feest. Dit is een... Het staat daar, 8-12 superfast, hè? Klopt, inderdaad. En hij is echt fast. Ja, dit is bijna... Ik bedoel, het is maart, dus het is... Nou ja, het is niet 40 graden en het asfalt is geen 40 graden. Ja. Dus dat is eigenlijk al meteen altijd weer een probleem met dit soort auto's, hè? Klopt. Qua tractie en... Ja, hij is gebouwd natuurlijk voor Italiaanse wegen, Italiaanse klimaat. En ja, dan denk ik van, hij doet het wel goed op Nederlandse wegen. Yeah. Ik bedoel, hij kan al netjes zijn, zolang de banden wel warm zijn, dan is hij ook gewoon echt keurig. En dan, ja, kontjes wel al te graag, een beetje, ja, toch wel wiebelig, maar, ja. Oh, maar de muziek heb ik aangezet, sorry. De muziek hebben we niet nodig. Nee, we hebben eigen muziek. Ja, we hebben eigen muziek. Dit is wel anders dan een F12. Het is een grotere motor, of tenminste een grotere 6,5 liter dan een 6,3. En ik was heel lang op zoek naar een F12 eigenlijk. En net wanneer ik juist de F12 wilde kopen, waren ze 150 ex-BPM, 160 met BPM. Ja. Vlogen ze in één keer naar de 180, 190, 2 ton. En vervolgens kon je niks meer moois krijgen onder de 2 ton. Ja, ik dacht van, jij weer. Ik had een hele mooie aanbod en ik heb het niet gedaan. Yeah. En dacht van, ja, dan ga ik toch maar die tonnetje extra uitgeven. Dan heb ik een echt 12 superfast. Yeah. Dan heb je garantie erop, een nieuwere auto. Ik vond het toch een mooiere auto. Heel veel mensen zeggen, ja, maar de F12. Ja, maar ik vind het wel een mooiere supercar. Persoonlijk. Ja, ik vind ze alle...
vinden ze, maar over 30 jaar vinden ze allebei even mooi. Ze gaan gewoon andere auto's. En toch ook weer niet, weet je. Het is natuurlijk dezelfde layout en zo. Klopt. Maar waarom wil je van een Huracan hier naartoe? Why? Why? Hierom? Ja. Maar dat doet het een Huracan ook, toch? Ja, wel anders. Dat geschreeuw van de V12. Ja, dat is echt ziek, hè? Gewoon een andere koek. Ik bedoel, zelfs dat je... Ja, zelfs SVJ's bijvoorbeeld. Yeah. Als je niet een Gentani eronder zet, vind ik het ook niet, zeg maar, competitief met dit. Maar een Gentani uitlaat, krijg je wat meer interesse in die SVJ. Yeah. Maar dat is wel ook een geweldige auto. Mooi, hoor. Het dwingt wel respect af ook van het bestuur, van mij, wat ik denk. Ja, vol gas, man. Dat doen we nog maar even niet. Ja, zeg maar. Ja, zeker. Heb je dat zelf dan ook nog steeds als je erin rijdt? Dat je gewoon wel denkt, ja... Ik ben niet... Ik geef met deze auto eigenlijk nooit vol gas, terwijl het eigenlijk echt warm is. Nee. Dat doe ik echt niet, want ik weet hoe die is. Hij heeft een paar keer zich echt misdragen. Maar op zich, de hulpsystemen kicken wel netjes in met deze auto. En daar staat hij ook bekend voor. Dat is dan weer de... Dat is een voordeel boven de F12. Ja. Die heeft dan wat minder dat veiligheid. Wanneer deze kontje een beetje wiebelt, dan is dat wel... Je auto corrigeert goed. Ja. Dat is dan wel weer... maar ja, blijft toch, blijf toch wel... Het is gewoon een heftig apparaat. Ja. Yes, 840 pk? Geschat, als je met een straight pipe zit, dan is het geschat 840 pk. 834, Novitec vermeld, 834 van 40. Maar meer dan 800 pk of dat nou 30 of 40 is. Ja, in ieder geval. A lot of horse sit on the back. Yeah. And a heavy front, so it makes it a bit... Maar mid-engine, die motor zit net hieronder. Zit, ja, precies. Het stoort hoe ver die naar voren komt. Achter de voorhals. Dus ja, in die zin is het dan weer oké, maar het draaicirkel kan wel matig zijn. Nee, wacht, het moet even anders. Het is ook wel fijn, want iedereen is je dan op dat moment aan het filmen. Want die denken, die moet ik even hebben, die Ferrari V12. En dan ben je net iets te grijp graag, inderdaad. Ja. Het is geweldig. Ik heb zelf nooit met die auto's omgereden in deze weer, dus ik vind dat prachtig. Ja, het is... Wat ik verhaal, ik vind mijn... Dit soort weer is dat het nog een beetje glad kan zijn. Hè? En vanochtend was het nog wel een beetje. Waarschijnlijk valt het nu wel mee, maar het ligt wel zout, wat ook niet helpt. Hoe vaak rij je erin? Want je hebt nog de Urus ook. Dat kan ik ook nog. Je ging een Taycan kopen. Nee, die heb ik al verkocht. Wel een goede auto. Ja. Wel een goede auto. Ja, ik weet niet of ik. Met die elektrische, wel vorige keer het gesprek over elektrische auto's. Yeah. En we zijn nu inmiddels wat, 2 jaar verder misschien? Bijna 2 jaar. Ik blijf op hetzelfde gedachte. Ik vind het een heel mooi principe voor werkauto's. Ik vind het echt, ik heb nu de Taycan niet meer, dus ik weet niet hoe ik naar werk ga, maar dat moet ik nog uitzoeken. Qua werkauto's geweldig in elektrische auto. Ja. Kijk, voor die kleine korte afstandjes prima, maar om 30 jaar lang nu dit te gaan doen met elektrische auto's en die batterijen en de vervuiling, ik weet het niet zo goed. Nee, en ik heb de andere dag 95 cent per kW getankt voor superfast charger, supercharger. Sorry, maar dan ben je meer geld kwijt dan zo'n 812. Ja. Bereken het maar, een kW brengt je minder kilometers dan een liter benzine. Het is ook een stuk heel duur geworden. Dus ook dat er nog erbij. Een uitzondering. Maar aan de andere kant, ik hoop niet dat je ooit zakelijk iemand moet bellen als je met deze auto op pad bent, maar dat kan gewoon niet. Ja, dat doe ik wel soms. En sorry, mag ik je interrupt you? Yeah. Sorry. Yeah. Vertel maar, doe het voorstel maar, ja? En dan moeten we zo'n gesprek gewoon hebben. Geweldig. Hij is echt heel luid. Dit is een Novitec uitlaat, wat is het? Het is een Novitec straight pipe. Het is gewoon geen uitlaat, het is gewoon een pijp naar achteren. Ja, wel de backbox is wel van Novitec best wel groot. Het valt wel mee hoeveel klein is, maar ze zeggen dat als je de val open doet, is hij vol straight pipe. Ja. Ja. Zo klinkt het wel. Ja, zo klinkt het wel inderdaad. We proberen hem nog luider te maken binnenkort. Dus... Je wil hem nog luider maken? Ja, ik vind hij niet luid genoeg. Nee?
er zijn een paar 812's die 125 decibel doen. Nou, het moet wel iets meer. Echt, het hele eiland is wakker. We zitten op een eiland, Zuid-Hollands eiland. Het hele eiland is hier, want er wordt hier geraced. Ja, ja, weet je, als je op ver afstand bent en de auto hoort, het lijkt alsof we gewoon een vliegtuig, een jet engine, voorbij. Dat hebben we ook gefilmd en het is een geweldig geluid. Yeah. Dus op afstand is hij ook gewoon mooi. Yeah. Je hoeft niet per se dichtbij deze auto te staan. De geluid is immens. Heb je er nooit gezeik mee dat je aan de kant wordt gezet en de politieagent zei, joh, dat is echt heel valt mee. Nou, weet je wat het is? Kijk, je weet, mijn beroep is ook arts, dus ik gedraag me in die zin in een sociale omgeving, sociaal. Sociaal, maar ik wil wel graag dat mijn Ferrari 812, 125 decibel moet. Ja. Ik vind het contrast mooi. Ik vind het gewoon mooi. Ik ben eigenlijk heel netjes. Ja, maar... Tenzij ik in mijn Ferrari rijd. Daarom zeg ik ook, ik schaam me dood als ik de auto na 8 uur op voel als hij 8 uur verkeerd in de tuin staat. Ja. Ik ga hem niet moven. Ik heb een keer een politieagent die aanbelde van, ik zit al 2 weken te kijken. Hey, mooie villa, mooie hekken, mooie camera's, maar er lopen een bende rond. Ja. Ik wil dat je die auto echt gaat verplaatsen. Kan je dat doen? Ik zei, het is 8 uur 30, forget it. Ik ga hem nu opstarten. Hij zei, waarom niet? Ik zei, natuurlijk niet. En ja, dat is dan weer de sociale in mij die dan inkikt en denkt van, wel netjes blijven voor de buren. Ja, hier mag je dan wel blazen. Ik bedoel, niemand hier last dan om 2 euro of om 1 uur 30 euro. Ja, dat zijn dingen waar je rekening mee kan houden en dat vind ik dan wel zo netjes. Dan maakt het niet zoveel uit. En hard rijden doe ik ook nooit met deze auto, want ik bedoel niet te vertrouwen. Moet ik ermee. Dat is, vind ik, het contrast met deze auto. Is dat het is zo heftig. Is dat, wie durft dit om hier echt vaak vol gas mee te rijden? Zelfs ik vind dat spannend. Ik zie het. Dit is. Het is ook jouw auto. Het is gewoon. Het is een speciale auto. Het is een speciale auto. Het is best glad. Dus weet je, het is ook echt. Hij zit ook in een stoel waar Chris Harris ooit heeft gezeten en die auto voor het eerst heeft gereden. Ja, is het in deze auto? Specifiek deze auto. Ah, maar dan kan ik hem wel aftrappen, want dan is er niks meer waard. Hij heeft wel een mooie video gemaakt. Het is niet de auto die hij op circuit rijdt, het is de auto die hij heel rustig mocht rijden op de normale wegen. Het is wel, doordat het is natuurlijk atmosferische V12, dus het is heel lineair. Dus als je zo langzaam steeds meer gas geeft, ook bocht uit. Ik zal even opschakelen, kan ik even normaal praten. Dat geeft wel vertrouwen. Ja. Alleen wat niet vertrouwen geeft, dat als je een keer moet niezen en je geeft vol gas, dat je dan dat we daar in het veld ergens liggen met z'n tweeën. Ja, het valt mee, maar het is wel, het is heftig. Als de banden echt warm zijn, ik heb hem echt een keer getest, dan is hij wel echt goed grijpend. Ja. Ik weet niet of in dit weer, het was similar weather. Ja. Het was streetgasm, de eerste keer de auto echt op glas gaf en dat was wauw. Ja. Hey, wat andere uitlaat, wat is het? Je hebt een hoop stickers op natuurlijk voor je automatisch en Haya. Wat is Haya? Nou, dit is een opkomende bedrijf die ik aan het oprichten ben. Yeah. Een beetje een exclusief merk wordt het. Yeah. Voor de autoliefhebbers eigenlijk, ontworpen door mezelf. Yeah. De spulletjes die ik ga verkopen zijn voor mij ontworpen. Voor mij te gebruiken. Yeah. En toen dacht ik van, dat zijn zulke mooie ontworpen spullen. Waarom ga ik het dan niet meedelen met andere mensen? Natuurlijk op basis van meningen van mensen van, joh, maar waarom doe je het voor jezelf alleen? Wij willen er ook graag van hebben. Yeah. Toen heb ik gezegd van ik ga het wel opstarten. Het wordt niet een bedrijf om geld te verdienen. Of in ieder geval, dat is niet het eerste doel van mij. Nee. Ja, geld is niet mijn doel ooit geweest. Nee. Hier heb ik ook deze auto niet mee verdiend. Ik heb altijd gewoon gezegd, ik werk eerlijk geld. Ik doe gewoon voor de liefde van de passie van het beroep. Yeah. En zo zie je maar, dan kan ik deze auto kopen. En toen kwam er gewoon gratis bij. Yeah. En dat is Haya zo'n beetje wel. Nutrition is dan ook weer, denk ik van maar er zitten zoveel van die supplementen dingen. Het is een medisch goedgekeurde supplementenwereld. Okay.
Het is bedoeld voor echt atleten, voor veiligheid van doping, veiligheid van ja, dat toch medisch ook gebruikt kan worden. Heerlijk lange stukje, wat geweldig. Oh, zo mooi! Zo, en dit is volgens mij nog 70% gas. Ja, zo is het. Ja, deze. Ah ja, dit is echt. Afremmen, stoppen en dan een launch doen. Wauw. Ja, we doen een rustige launch. Een rustige gewoon, even, launch. Gewoon even lekker wegzeggen van stilstand. Hè? Moet kunnen, ja. Die man is lekker ver weg, dus. Ik blijf dit benadrukken, dit is zoveel vermogen, dat je echt, ik ben me er heel bewust van. Weet je, zo'n bochtje als dit, dat je denkt, ja, als ik hier nu vol gas geef, ondanks dat systeem aanstaan, dan liggen we daar in die straat. Ja, ze hebben geprobeerd te driften hè, bij Spring Event. En, zelfs de driftinspecteur, instructeur, die had wel echt moeite mee. Yeah. Ik kon niet driften in ieder geval, het lukte mij niet. Mijn neefje ook niet. Nee. Je moest echt wijde bochten nemen en de gas echt goed doen. Yeah. Nou, ik was daar veel te bang voor. Dat was dicht bij de weiland en de Dionne en zo. Ik dacht van nee, laat maar. Nee, dat is niet. Hey, maar wat heb je ook aan verder aangepast deze R12 Superfast? Eigenlijk, als je deze auto nu terugkijkt op Chris Harris' video, dan zie je de carbon engine bay. Maar voor de rest zie je heel veel zilver effecten op de auto. De zilveren, of de zilvergekleurde velgen. Ik heb heel veel zwart contrast gemaakt, want ik wilde eigenlijk twee contrasten. Yeah. Het carbon fiber is donker, grijs, een beetje zwart. En rood. Nou ja, denk ik van, dat zilver dat past gewoon niet meer bij. Nee. Dus ik dacht van, dan maak ik hem gewoon overal zwart waar mogelijk. Yeah. Zelfs Ferrari logo, et cetera. Yeah. Heel mooi uitgepakt. Dus als je die auto dan weer ziet, denk je van, het is niet dezelfde auto meer. Ook het mooie zwarte dak, dat heb ik weer van de GTO afgenomen. En heb je een atelier, F12 stond bij Absolute Motors. Dus ik dacht van, hé jongens, dat wil ik op mijn 812. Eigenlijk is dit nu de enige 812 misschien, die de atelier zwart dak heeft. Yeah. Ja, dat maakt hem zoveel mooier. Ja, ik vind het wel een gaaf. Ja. Ja, dat zijn de aanpassingen, meer body. Dat zijn we, hoor! Dat die nog zoveel grip heeft daar. Die power en acceleratie is gewoon gestoord. Ik zie een hele troep vogels in één keer wegvliegen. Oh ja, dat gebeurt ook. Valt er nog iets te dromen voor jou? Ja, volgens mij wel. Hè? Heb je nog wel weer andere auto's in het zicht waarvan je denkt, zeker. Ja. Ik vind het vervelend dat ik niet in die minuten, zoals de cameraman heel mooi zei, kan spelen. De Huracan is echt een geweldige auto. Ik kan die auto niet genoeg praisen. Ja. Maar het geschil van de F12, dat blijft voor mij toch een dingetje. En dan denk ik van, als ik moest grijpen naar iets wat drama gaf in een tunnel, of als ik aan het rijden ben, kan doen dat heel goed hoor, maar toch niet zoals deze. En dan ben ik toch grijpend er meer naar de sleutel van deze dan die van de Huracan. En als ik nou een SVJ had, met een Gintani of een andere, ik laat in ieder geval eronder, dat wordt wel echt een mini-mutten spelletje. Dat wordt heel lastig. Yeah. Dat wordt heel lastig. Ik denk dat het voor jou ook wel heel moeilijk zal worden welke sleutel jij zou pakken. Niet? Ja, de Aventador SVJ versus deze. Deze heeft een betere versnellingsbak, maar de Aventador is... Geweldige versnellingsbak, laten we eerlijk zijn, die klappen zijn wel leuk. Ja, dat is ervaring. Ook, Voor rijden misschien op zijn circuit niet zo goed, maar voor gewoon plezier. Ik vond het wel fijn. Dat zou inderdaad soms in die minuten zijn. Maar geluid, denk dat die SVJ wel hogere decibels haalt, sowieso, met je Gintani. Ja, sowieso een korter uitlaattraject, hè? Klopt. Ja. Vlammen. Die heb ik wel nodig in mijn leven momenteel. Ik zeg het je eerlijk, ik ga niet liegen. En ja, momenteel heb ik de vlam van mijn leven nodig. En dat is dan weer wat ik mis aan deze auto. Komen geen vlammen uit. Ja, wel. Ja? Maar ja, je moet wel echt reven, rijden. Ja. Er moet wel veel gebeuren en dan komen wel vlammen uit. Ja. Maar ja, het is natuurlijk van hier naar daar. Ja. Het is alweer een lang stukje. Je kan het installeren. Met de tuning en zo. Dan krijg je gewoon een vlammenwerper. Ja, dan wordt het wel een vlammenwerper. Zoals Gintani 812, dat vind ik dan weer wat minder. Yeah. Dat vind ik dan wel te veel herrie en gedoe. Die mensen doen hun oren dicht. Wat maakt zo'n herrie?
Dat werkt zo'n hele pijn in mijn oren. Nou, de Mars denkt van, jeetje, Nederland, dat past er niet aan. Maar die wegen van Nederland zijn wel mooi gemaakt. Ja. Waar je net op wacht. Ja. Prachtig. Dus de volgende keer weer met een after-door SVA. Ik zal proberen. Je hoopt het. Je hoopt het. Ja, ik hoop het. Ik ben ermee bezig, dus ja, fingers crossed. Nou, het is een geweldig ritje in ieder geval. Ik heb nooit auto zo meegemaakt. Dat is heerlijk. Even laten schrikken. Ah, ik loop nog ja, 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 dat merk je dan wel. Ja, dat is... Hé, hey, echt. Wat een apparaat, joh. Wat heerlijk. Auto's. Ja, blijft de mooiste op aarde. Auto's. Voor mij... Ik zal mijn leven verkopen voor een auto. Ja. Yeah. Ja, voor deze wel, hè. Ik denk dat meer mensen dat hebben. Ik moet hem ergens neerzetten voor... Zullen we even vragen aan ons cameraman. Waar wil je hem hebben dan? Eigenlijk hier tussen. Ja, dat is veel te krap, man. Ja, deze moet hier even weg. Oh, die moet... Ja, moet je even Dree vragen. Ja, zet hem onder deze maar daar. Ik zet hem even hier. Nou jongens, je ziet dit. De hele buurt is uitgelopen. Nee, maar we staan hier gezellig koffietje drinken. Premio de Groot. We hebben een mooi ritje gemaakt. Zeker. Dankjewel, man. Ik doe het raam even dicht. Ja, weet je, Ferrari doet dat. Ik zeg tegen hen, waarom is deze niet automatisch? Zeggen ze, dat is Ferrari. Ja, ja, dat is toch gewoon, dat doen we dan toch gewoon weer niet. Hè? Automatisch. Ja. Nee, dat is gewoon. Nee, heeft Fiat Panda ook niet, ze heeft deze ook niet nodig. Ja. Uiteindelijk hetzelfde mechanisme potentieel. Leuk dat we weer even een rondje kunnen maken. Altijd leuk om je even te spreken. Ja. Ook weer mooi dat je allemaal bedrijven zo bezig bent. Ook gaaf. Ja. Dus de cameraman die staat ongeveer op de parkeersensoren. We gaan hem afsluiten, jongens. Geef je op als je ook een mooie auto hebt. Hoeft niet altijd een Ferrari V12 te zijn. Lambo V12 vind ik ook leuk. Het is alweer, 2 maanden geleden dat ik René van der Zijl in zijn Aftador SVJ. Dus ja, weet je, het moet binnenkort weer. Dus geef je alsjeblieft op. Nee hoor, geinig. Heel veel andere leuke auto's. Dus top dat je hebt gekeken. En is een auto niet leuk, hè? Alles is gewoon... Geweldig. Alles is leuk, ja. En je kan jullie ook volgen. Automatisch natuurlijk nog steeds. Ja. Nou, dan zie je heel veel gave dingen ook weer. Dankjewel, Wouter, voor je tijd. Tot ziens. Jij ook, man. Goed, man.